Hallo allemaal, ik heb de spullen voor poging nummer 2 van ons Airwick en lijm experiment. Ik heb HEMA-lijm. Ik heb al geprobeerd of HEMA-lijm met lenzenvloeistof werkt en dat werkt in ieder geval, dus het zou moeten reageren. Ik zet hem even rechtop, anders loopt de lijm eruit. En ik heb Airwick spray gekocht. Jullie zeiden allemaal dat ik Airwick spray moest hebben en ik moest lavendel hebben. Nou, misschien heb ik weer de verkeerde gekocht, dat kan, maar dit is Airwick. Het is de spuitbus en het is lavendel. Dus dat zijn de dingen die ik tegenkwam. En we gaan het gewoon proberen. Ik heb hier een glazen kommetje. Ik heb hier mijn lijm. We doen er wat lijm in. Ik weet niet of ik ga niet alles doen, want ik weet niet of het gaat werken. Nou, tenminste, jullie zeggen dat het gaat werken, dus het zal vast werken als ik het goed doe. We laten deze even hier leggen. Het fijne van deze lijm is dat als hij goed werkt, ik moet hem nog wat met wat andere spullen proberen, natuurlijk met baking soda en zo. Dan hebben we een lijm die niet is uitverkocht. Want dat is deze wel. Oké, ik ga nu wel even mijn hand zo erboven houden, want ik moet dit erin gaan spuiten, anders gaat die damp overal heen. Dus je moet wel even ramen open hebben en zo. Dus ik hou dit even zo. Vijf seconden zeiden jullie. 21, 22, 23, 24, 25. Zo. Nou, mijn hele hand is wel nat en ruikt naar lavendel. En nu bedenk ik me net natuurlijk dat ik eventjes nog iets als een roerstokje moet gaan pakken. Moment. Oké, nou, ik heb wat saté-stokjes. Nou, kijk, het werkt. Wauw. ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het is een klodder geworden. Dus werkt dit? Het werkt sowieso. Alleen dat roeren met die saté-stokjes, dat is dus blijkbaar niet een goed plan. Ik zal dit gewoon vast moeten pakken. Maar in ieder geval, de spray werkt. Daar hebben jullie helemaal gelijk in gehad. En het is niet eens echt plakkerig. Dat weet ik wat we gewoon gaan doen. Aangezien het werkt. Wat grappig. Doen we er gewoon even een beetje meer lijm bij. Zo. Nou. Zo. Allemaal klodders en dingetjes hier. De slijm is wel hard. Maar we hebben nu dus doorzichtig slijm. Nou ja, wat grappig. Ik wist echt niet. Nou, oké, ik wist het van jullie. Maar ik had het echt nog niet zelf kunnen bedenken. Dat je dus slijm kon maken met luchtverfrisser. Hij is wel plakkerig, maar dat gaat zo meteen misschien even weg. Wat ik wel ga doen even nu is even de camera een beetje naar beneden draaien. Dit is hem. En ik denk dat als ik er gewoon even een tijdje mee ga blijven spelen, dan hebben we dus transparant slijm. Ik weet niet of het echt mooi transparant oplost. Het is een klein beetje plakkerig, maar niet op zo'n manier dat het om je vingers heen loopt en zo. Je kan hem hier goed zien. Het voelt een beetje als het slijm wat je krijgt als je baking soda eraan toevoegt. Ik weet niet of je het kan horen. Hoor je dat? Ik weet het niet. Maar het werkt. Wat bijzonder. Nou, jullie hebben nu dus gezien dat in poging 2 met de Airwick Lavendel. Die heb ik bij, waar heb ik die gekocht? Hij was 1 euro bij het kruidvat. Daar heb ik hem gekocht. Ik heb hem voor 1 euro, nee, niet waar. Ik heb hem niet bij het kruidvat gekocht. Daar hadden ze niet. Daar hadden ze een ander soort Airwick. Ik heb hem bij de Action voor 1 euro gekocht. De HEMA-lijm, weet ik niet hoeveel die kostte. Maar die is bij de HEMA te kopen, dus dat is natuurlijk al wel heel erg prettig. Want er zijn heel veel HEMA's in Nederland. Dus dat is in ieder geval te vinden. Dat is een lijm die dus sowieso werkt. Deze kinderlijm van de HEMA, die werkt. Dus daar ga ik nu dus stiekem wel heel veel potjes in één keer van kopen. Nee, ik ga het niet stiekem doen natuurlijk. Maar daar ga ik wel snel, voordat jullie ze allemaal hebben opgekocht, ga ik er een aantal kopen. Zodat ik weer doorzichtig slijm kan gaan maken. En dan kan ik ook misschien een keer eindelijk dat, hoe heet dat spul? Dat ijsbergslijm voor jullie gaan maken. Ik kan aan transparant slijm gaan werken. Want ik heb nu iets wat met lensvloeistof werkt. Dus woensdag ga ik een soort, ja, toch een soort experiment. Hij blijft wel heel plakkerig. Is natuurlijk op te lossen met baking soda. Maar ja, daar ging het niet om. Misschien moet ik gewoon wat nog meer luchtverfrisser erbij doen. Ik weet het niet. Zal ik dat doen? Is dat misschien een oplossing? Even kijken. We gaan kijken of we hem niet sticky kunnen krijgen. Ja, dus dat is niet Kijk, het experiment is gelukt. Kan je slijm maken met luchtverfrisser en HEMA-lijm? Ja,
Dat kan absoluut. Het is wel heel sticky slijm, maar weet je, dat kunnen we natuurlijk met allemaal andere experimenten proberen te verhelpen. Door bijvoorbeeld lensvloeistof erbij te gooien. Dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk. En wat we nu gaan doen, zo, hij wordt in één keer heel veel plakkeriger nu. Is even wat meer, even de camera beschermen. Zo. Nou, mijn handen ruiken in ieder geval heel fris naar een wc-geur. Want het is natuurlijk luchtverfrisser die je meestal in de wc gebruikt. Dus nu, als ik nu iedereen iemand een hand ga geven, dan denkt hij van, is deze persoon nu net naar de wc geweest? Lekker fris. Of juist niet fris. Hangt vanaf. Ik heb dan wel mijn handen gewassen natuurlijk. Maar dit, ja, kijk, het roeren met die stokjes heeft nu geen zin meer natuurlijk, want dat doet niks meer. Het is wel niet meer echt plakkerig, of wel? Ja, wel een beetje. Het is wel een apart soort slijm, dus je kan ook te veel blijkbaar gebruiken van dit spul. Nou, zie, het laat wel weer makkelijk los. Hey, ik vind hem leuk. Ik ga hier nog een beetje mee lopen klieren, denk ik. Maar ons experiment voor slijm dit zondag, want het mag dan misgaan, maar ja, is het misgegaan? Niet echt, hè? Het is gelukt. We hebben een klodder lijmslijm met transparante lijm. En daar ben ik zo heel erg, even kijken, kan ik het zo laten zien? Hier ben ik dus heel erg blij mee dat dit dus transparant is geworden. En wat ik ga doen, ik ga hem even in het bakje laten liggen. En misschien over een dag of over twee dagen is hij goed. En ik weet het, als ik hier nu, hoe heet dat spul? Scheerschuim aan toe zou voegen. Dan heb je natuurlijk al meteen het ijsbergslijm. Kijk, het werkt. Poging 2 is meteen een succes. Dus dank jullie wel voor jullie fantastische tips van vorige week. Ik had natuurlijk wel Airwick, maar ik had helemaal het verkeerde spul gekocht. Is niet erg, maar ik wist gewoon niet wat ik moest hebben. En na jullie goede tips weet ik wel wat ik moet hebben. Nu ga ik dit hier inleggen. Dan wordt het vast nog wat minder sticky na een dagje. En dan gaan we kijken of dit misschien transparant wordt. Als het transparant gaat worden, dus mooi doorzichtig. Want transparant slijm, dat moet je eigenlijk heel voorzichtig maken met lensvloeistof er doorheen. En dan heel langzaam roeren. En als je dan langzaam roert, dan krijgt het niet zoveel luchtbelletjes dan zoals ik nu heb gedaan. Dan moet je het een nachtje laten staan of misschien nog een langer. En dan heb je transparant slijm. Nu heb ik het heel veel door elkaar heen gekneed. Waardoor je dus zo verschrikkelijk veel luchtbelletjes hebt gekregen zoals je hier kan zien. Maar als ik dit dus laat staan, gaat het of uitdrogen. Nou ja, dat kan. Dan is het pech. Of het kan transparant gaan worden, heel mooi. En dat gaan wij dus kijken of dat misschien gaat lukken. Ik wil jullie in ieder geval zeggen, dankjewel voor het kijken voor dit korte, heftige, maar wel heel goed werkende experiment van Airwick. Kijk, Airwick, lavendel, 100% naturel, spuitbus, geen gel, plus de HEMA kinderlijm. Even dichtdraaien. Deze twee dingen werken met elkaar. Wel met open raam doen, goed ventileren, niet te veel binnenhalen, want dat is niet goed voor je longen. En daar kan je op mij abonneren. Geef het ook meteen een like. Daar kan je op mijn vrouw abonneren. Daar zijn de playlists. Tot de volgende keer en dankjewel voor het kijken. Doei!